Vandaag in gesprek met Jantine Smulders. Jantine, jij bent projectleider bij de gemeente Os. We hebben al eerder zijn we bij de gemeente Os geweest rond de gemeenteraadsverkiezingen. En daar hebben we het gehad over de Raad Beslist. Je hebt ook een functie in Os. We gaan het daar met jou over hebben en ook over Videreo, want dat is een van jouw projecten. Ja. Wat doet een projectleider? Ik ben bouwkundig projectleider binnen de gemeente Os. Ik werk vanuit de vastdeling of afdeling vastgoed. En vastgoed moet ik denken aan? Vastgoed is al het maatschappelijk vastgoed waarvan de gemeente eigenaar is. Dus denk daarbij aan een gemeenschapshuis, dorpshuis, gymzalen, scholen ook. Alleen daar zijn andere regels voor. Een aantal monumenten, zoals bijvoorbeeld het raadhuis in Ravenstein. Dat is gemeenschappelijk vastgoed. Ja. Want waar in de organisatie van de gemeente zit jij dan? Of aan wie moet jij verantwoording afleggen? Ik heb sowieso natuurlijk mijn afdelingshoofd waar ik verantwoording aan moet leggen. En ik zit vaak voor bijvoorbeeld Videreo regelmatig met wethouder Frank den Broek om tafel. Omdat dat over ontmoeten gaat. Frank den Broek is wethouder van ontmoeten. Dus dan sparren we over wat de stand van zaken is, hoe het loopt. En gaat het dan over financiën of over voortgang? Ja, ja, over beide, financiën en voortgang. Dus soms doe je dat middels een informatiebrief, dat je even de voortgang bespreekt. Of in ieder geval benoemt, zodat men op de hoogte is van wat de stand van zaken is. Maar je doet ook wel eens, je stelt ook wel eens je hebt ook wel eens een besluit nodig van de raad of van het college, waarin je bijvoorbeeld een aanvullend budget nodig hebt of eerder wil starten of later wil starten met de werkzaamheden. Maar dat betekent als projectleider dat je eigenlijk van heel veel markten thuis moet zijn, want ik hoor jou wel financiën noemen, ik hoor jou bouwen noemen. Ja. Dus eigenlijk moet je heel breed georiënteerd zijn. Ja, nou voorheen was ik alleen bouwkundig projectleider en had ik eigenlijk alleen maar wat te maken met het bouwkundige traject van het gebouw. Sinds juli, augustus ben ik voor bijvoorbeeld Videreo een overall projectleider geworden. Wegens ziekte van een andere projectleider. En dat betekent dat ik nu gewoon meer, dat er meer werkzaamheden toegevoegd zijn. Ja, dus zoals de politieke besluitvorming, maar ook de contacten met stakeholders, met omwonenden. Dat hoort nu allemaal bij mijn takenpakket, wat voorheen niet het geval was. Ja. Ik heb jou al een paar keer stakeholders horen noemen. Dat zijn natuurlijk de partijen waarmee je van doen hebt. Ja, ja. Dus bijvoorbeeld bij Videreo, wie zijn daar stakeholders? Ik heb een aantal werkgroepjes. Eén daarvan is de werkgroep waarmee we het programma verder uitdenken. Daar zit het bestuur van Videreo in. Mm-hmm. En de beheerder van Videreo en de architect. Samen proberen we een programma van eisen te maken waarin we voor onszelf inzichtelijk hebben wat er in het gebouw moet gaan komen. Maar ik werk ook samen met een landschapsarchitect om de gebiedsvisie verder uit te werken. Er is een constructeur bij betrokken, een installatieadviseur voor het ontwerp van het gebouw. Maar ook omwonenden zijn heel belangrijk om daarmee op één lijn te zitten. Archeologie moet uitgezocht worden, dus je zit ook met een archeologisch bureau om tafel. Eigenlijk heel veel alles wat met bouwen te maken heeft of met het realiseren van een pand. Er moeten zoveel onderzoeken verricht worden om te kunnen starten überhaupt. Ja. 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 En ja. Hoe staat het verder met de ontwikkelingen rondom Videreo? Ja, mijn inziens best goed. Ja. Afgelopen dagen hebben we een collegeadvies geschreven voor het ontwerpbestemmingsplan voor het bovenste hoornwerk. Volgende week komt die in het college en dan krijgen we vanuit het college te horen of die door mag, ja of nee. Als die door mag, dan komt het ontwerpbestemmingsplan ter inzage en hebben mensen ook de mogelijkheid om het bestemmingsplan in te zien en eventueel zienswijze in te dienen.
Daar hebben mensen 6 weken de tijd voor. En we zijn ondertussen ook bezig met het uitwerken van het structuurontwerp wat er nu ligt. Dus een structuurontwerp van Maurits Kobbe. Het ligt er al een aantal jaar. En Maurits is een architect uit Ravenstein. Ja, klopt. Ja, daar werken we mee samen. Die heeft dit ontwerp een aantal jaar geleden gemaakt. Samen met anderen, met een werkgroep. En dat moeten we nog verder uitdenken. Dus zijn de vierkante meters goed? Is de relatie van ruimtes goed? Moet het gebouw misschien wat compacter? Of moet het misschien juist wat groter? Kunnen we het goedkoper maken? Kunnen we het duurzamer maken? Allemaal dat soort vragen leggen we dan op tafel om ervoor te zorgen dat we een efficiënt gebouw kunnen realiseren. Ja. Nou hoor ik wel in jouw functie dat je met ontzettend veel partijen te maken hebt. Wat is nou heel lastig voor jou in jouw werk? Want ik kan me best voorstellen dat het niet allemaal heel makkelijk of... Nee, er zijn soms lastige dingen. Wat ik op dit moment niet als lastig ondervind, maar wel vaak bang ben dat ik mensen vergeet. Je wil iedereen op de juiste manier informeren, maar je kan niet iedereen op de juiste momenten en op de juiste manier informeren. Dus dat vind ik soms wel lastig. Maar, en inwoners van Ravenstein, waar kunnen die hun informatie? Ja, je zegt, noemt al de dorpsraad, dat ze daar op de site kunnen kijken. Ja, dorpsraad, daar proberen we zoveel mogelijk op te plaatsen over de stand van zaken. Ook wat er, afgelopen november hebben we een inloopavond gehad voor direct omwonenden. Daar is een verslag van gemaakt, dus dat verslag staat dan op de dorpsraad met wat presentaties die op die avond ook zijn laten zien. En wat zijn nu voor de komende stappen? Want er is weer een dorps of een openbare bijeenkomst. Ja, er is 17 januari een bijeenkomst van de dorpsraad, openbaar. Daar gaan we met twee andere projecten presentatie houden. Dat gaat over het Hooghuis in Ravenstein, het stationskwartier in Ravenstein. En Fidereo is daar ook een van de onderwerpen wat we gaan bespreken. Dat wordt in de vorm van een presentatie gedaan. En na de presentaties is er een soort van inloopavond waar men op tafel stukken kan inzien. En bij ons zou dat bijvoorbeeld het ontwerpbestemmingsplan zijn, wat mensen kunnen gaan inzien en vragen kunnen stellen. Nou, Jantine, volgens mij zijn we een heel eind. Dan weten we heel veel. Voor bewoners van Ravenstein, mochten ze meer willen weten, ze kunnen naar de 17 januari naar de dorpsraadvergadering. Mocht er nou de komende maanden meer bekend worden, of half jaar, we zien wel, dan benaderen we je graag nog eens om erbij te komen praten hier. Ja, zeker. Leuk. Hartelijk dank en veel succes. Dankjewel.